Nu dat je weet wat de vlammen zijn, ga ik jou in deze video ook leren hoe je ze moet aanroepen. Je zal ook beseffen dat het eigenlijk heel eenvoudig is om met de 96 vlammen en stralen in contact te komen. Het enige dat nodig is, of dat je voor hoeft te doen, is het gebruiken van je intentie. Voor elke 7 hoofdstralen is er een kristallentempel. Dat vertelde ik je ook al in de vorige video. Dat is niet zo voor elke vlam of straal. Nu, lichtwerkers die belast zijn met het ankeren van deze stralen worden ook wel bewakers van deze heilige vlammen genoemd. Door codes in hun lichtlichamen activeren zij de vlammen bij andere mensen, waardoor de vlammen eigenlijk uitbreiden over de ganse aarde. En dit proces van activatie gebeurt uiteraard allemaal onbewust, want de meeste mensen hebben totaal geen idee van wat er eigenlijk allemaal op fijnste niveau plaatsvindt. Nu, je kan ervoor kiezen om met de vlammen en stralen te werken door middel van een meditatie, wat je uiteindelijk ook wel een fijne ervaring zal brengen. Maar dat is geen voorwaarde om met de vlam en straal te werken. Vaak is het zo dat ik zelf eerder niet met de meditatie dan met de meditatie werk. Dus het is echt de bedoeling dat je de vlammen en stralen zodanig integreert in je leven, zodat je ze overal en op elk moment van de dag kan aanroepen en gebruiken. Net zoveel als dat jij jouw tijdslijn op sociale media checkt en door je mails scrolt. Nu, wanneer je met de vlammen en stralen wil werken, is dus niet nodig, ik herhaal nog eens, niet nodig om alles te kennen vanuit het rationele. Het is veel belangrijker dat je verbinding leert maken vanuit je eigen energie. En je stemt dan af op de vlammen en stralen en vraagt een hulp, een leiding of wat je ook nodig hebt. Het belangrijkste bij het werken met de vlammen is dus het vertrouwen hebben in jezelf, zodat je via je intentie verbinding kan maken met die vlammen en die stralen. Dus je stelt, je verbindt en je ontvangt. Zo eenvoudig is het. Dus klas aan voorgeschreven visualisaties, want dan stuur je de boodschappen die doorkomen te veel met ego of via het ego van iemand anders. Dus hoe verbinding maakt met de vlammen en stralen is eigenlijk niet zo belangrijk. Ten slotte is de beleving ook voor iedereen anders. Open en niet te veel vast te houden aan voorgeschreven paden, ga jij jezelf kunnen openstellen zodat andere onverwachte boodschappen kunnen doorkomen via jouw lichtteam. Nu, in het boek en in het groepstraject en in mijn individuele coachings werk ik inderdaad met transmissies en visualisaties. En je zal er ook een paar terugvinden op mijn YouTube-kanaal hier. Maar dat is om jou een leidraad te geven. Want ook in het boek geef ik bijvoorbeeld een stappenplan, maar ook dat is eigenlijk niet noodzakelijk om te volgen. Dat allemaal is er eigenlijk gewoon om jou een idee te geven van hoe het allemaal kan gaan, maar het is geen vereiste, want uiteindelijk zijn de mogelijkheden eindeloos. Weet dat je ziel weet hoe dat de vlammen geactiveerd mogen om vervolgens de stralen door je heen te kunnen laten stromen. Dus werk met je intentie en werk met de juiste straal en dat zal je verder healen en genezen. En vertrouw erop dat de straal vervolgens als een vlam in elke chakra zal verankeren, waar dat nodig is, om zo weer ons een kristalline lichtlichaam vorm te geven. Want we zijn immers allemaal aan het groeien naar een galactisch mens, waarbij we na ascensie ons fysieke lichaam kunnen meenemen. En op deze manier overstijgen we dan eigenlijk de beperkingen en de grenzen dat we nu nog ervaren van ons huidige fysieke lichaam. Dus hoe meer je werkt met de vlammen, hoe meer je hun energie verankert in je lichaam. En dat is onze verantwoordelijkheid als mens. Dat betekent dat mensen door de vlammen te ankeren in hun lichtlichamen ook verantwoordelijkheid gaan nemen over hun eigen gezondheid en hun eigen leven. En dat is tenslotte wat een meestermanifestator doet. Door het leven voor zichzelf te verbeteren, co-creëert elke mens samen met het universum een nieuwe wereld. En dat geeft een goede invloed op de aarde en de rest van het universum natuurlijk. Waardoor we die eenheid en individualiteit mogen ervaren op microniveau. Kennis over het bestaan van de vlammen belangrijk? Wel, zo wordt er geleerd hoe dat de vlammen op een efficiënte manier gebruikt kunnen worden, zonder dat hun kracht misbruikt wordt. Want de vlammen gebruiken vanuit zuiverheid en liefde is de eerste stap naar het terugbeheersen van onze helende en manifesterende krachten. De kracht van de vlammen werd in de geschiedenis al meerdere keren misbruikt. En denk maar aan de verhalen rond de verloren beschaving Atlantis en Lemurië, waar hebzucht en het willen controleren van anderen al veel planeten heeft vernietigd. En net daarom
Wordt er nu heel zorgvuldig bijgehouden hoe de mensen evolueren, hoe ze verder in ontwikkelen naar een hoger bewust wezen in een kristallijn lichaam? Op dit ogenblik staan we op een kritiek punt waarin de uitkomst van de ontwikkeling van ons ras bepaald wordt. Want veel samenlevingen in ons universum observeren ons mee om de vruchten te plukken van de ervaringen dat wij opdoen als mens, van de lessen dat wij leren als mens. Waar dat we merken dat het niet lukt of niet werkt. En zo kunnen zij op hun beurt ook dat gaan implementeren, gebruiken op hun planeet. Die massale ascensie van een planeet, de volledige bevolking te gaan laten plaatsvinden. En net daarom is het ook belangrijk om je niet in te laten met MXIRI. Focus op jezelf. En dan zal je zien dat de stress en de energieën van de collectieve assen onderdoen. Want de rust die je zoekt is immers al en laat helpen om jouw weg verder op een manier die bij jou past. Als het nu ook gaat over vaccinaties, over pandemies, weet en beseft dat er in alles twee kampen zijn. Er is alles een witte kant, als je het zo mag gaan bekijken. En de uitdaging is om daarvan los te komen en dat te gaan bekijken vanuit een hoger standpunt. En dat is leven van het bewustzijn. En dat is ook het stuk waarin ook de vlammen jou mee kunnen helpen. Zij leert hoe dat je eigenlijk naar je leven kan gaan kijken, hoe dat je naar de gebeurtenissen op aarde kan gaan kijken, vanuit een hoger bewustzijn, dus vanuit het hogere geheel. En niet meer zozeer enkel en alleen vanuit het micro wereldje, de micro ervaring dat jij hebt. En van zodra dat je meer en meer dat mechanisme, dat patroon hebt geïntegreerd in je leven, ga je merken dat eigenlijk al heel veel moet gebeuren voordat je eigenlijk weer uit balans geraakt, voordat je die innerlijke rust weer kwijtraakt. Nu, tot zover het aanroepen van de vlammen. Nog gewoon even meedelen, want ik hoor je nu vragen van ja, maar hoe weet ik dan met welke kleur samenwerken? Wel, het is gewoon hetzelfde. Je brengt jouw mind, je gedachten tot rust. Je stelt de vraag van welke vlam, welke kleur is er mij nu behulpzaam met dit probleem, bijvoorbeeld angst. En dan mag je vertrouwen op de kleur die je doorkrijgt. En dan roep je die vlam aan. Het is zelfs niet nodig, ik wil samenwerken met de blauwe vlam bijvoorbeeld, als je niet weet welke beste is. Dan zeg je gewoon van kijk, ik roep de vlammen, universele vlammen aan om mij te helpen met dat probleem. Dank u. En dat is eigenlijk, meer is er eigenlijk niet nodig. Nu, zoals ik gezegd had in de vorige video, ga ik op het einde van elke video een kaart trekken van de orakelkaart en goddelijke vlammen, waarbij die je ook kan gebruiken als tool voor jouw bewustwording, omdat er een heleboel boodschappen opstaan die te maken hebben met bewustwording, boodschappen dat de vlammen en de opgestegen meesters en iedereen die op die vlammen werkt, hebben doorgegeven. En die kan je dus gebruiken als leiding, als extra verduidelijking of wat dan. Dus je kan die ook gebruiken in combinatie met het werken met de vlammen. En ze zijn eigenlijk een leuke aanvulling op een boek. Dus, welke boodschap? Oeps, en dan zijn er heel wat. De eerste boodschap, want ik heb 4 kaarten gekregen, is: je innerlijke leiding is oprecht en betrouwbaar. Dus ook hier sluit heel mooi aan bij wat ik daarnet gezegd heb. In het samenwerken met de vlammen, volg hetgeen dat je doorkrijgt. Volg de kleuren die in je opkomen en vertrouw dat dat ook correct is. Verder, open jezelf om gouden diamanten te ontvangen via jouw kroonchakra. Oh, ik ga een beetje verder houden, dat kan ik misschien wel zien. Voilà. De boodschap verwees eigenlijk naar de zuiverste energie, de hoogst trillende, niet de zuiverste, de hoogst trillende energie in de vlammen. En dat is een gouden diamanten vlam, die eigenlijk de energie van de bron vertegenwoordigt. Dus wanneer je jezelf opent en visualiseert de energie via je kroonchakra in je volledige energieveld en in je volledige lichtlichamen geabsorbeerd wordt, dan ga je meer en meer ook het eenheidsbewustzijn gaan belichamen en vooruit gaan leven. Er is geen scheiding tussen jou en de ander, je bent één. Ook hier, een hele belangrijke boodschap,
Met betrekking tot manifestatie, met betrekking tot healing, met betrekking tot relaties, met betrekking tot het eenheidsbewustzijn. Het één. En van zodra dat je inderdaad van daaruit gaat gaan leven, ga je gaan beseffen dat alles zoveel gemakkelijker is. En dan nog een laatste boodschap voor deze video. Enkel via je ziel kan je verlost worden van slavernij. Enkel via jouw ziel kan je verlost worden van slavernij. En slavernij kan op verschillende manieren zijn. Slavernij van je eigen gedachten, slavernij van bepaalde patronen, slavernij in de matrix zitten, slavernij van hoe dat je denkt dat het leven zou moeten verlopen, slavernij van systemen zoals onderwijs, werken, manier waarop dat we gewoon zijn om te werken, manier waarop dat we gewoon zijn om geld te verdienen, en noem maar op. Dus waar dat jij voelt dat je nog vast zit, ga daarmee aan de slag. Verbind je met je ziel, verbind je met jouw hart. En dan ga je antwoorden en ontvangen en ga je beseffen en weten welke de volgende stappen zijn en waar dat jij nog denkt jezelf vast te houden. Zo, in de volgende video van deze serie meer over de combinatie tussen ons energiesysteem en de vlammen, zodanig dat je weer ruimte krijgt om met de vlammen aan de slag te gaan. Tot dan!